Nog twee wedstrijden te gaan en dan weet FC Groningen of het de play-offs voor Europees voetbal gehaald heeft. Aankomende zondag speelt Groningen een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. De FC had lange tijd geen officiële wedstrijd door onder meer de bekerfinale. Voor aanvoerder Mike de Wierik iets te lang. Ik moet zeggen dat ik me daar wel geïrriteerd heb, want dat vind ik helemaal niks. Het duurt veel te lang. Ik snap dat het voor Ajax goed is. Maar ik vind wel dat we daar wat anders hadden kunnen regelen. Zeg maar. Nu speel je eigenlijk 2,5 week voor Jan Lul. Voor Ilias Belhassani is het momenteel Ramadan. De middenvelder denkt niet dat hij daardoor minder gaat spelen. Integendeel. Je eet gewoon, wij stoppen ongeveer rond 4 uur in de nacht. En dan eet je gewoon wat je denkt, wat goed voor je is. En daarna is het gewoon niet meer eten. Iedereen heeft daar een mening over van, kan je wel maximaal geven? Nou, ik kan je vertellen, ik doe het sinds mijn 12e of 13e. En ik heb altijd maximaal kunnen geven, sterker nog. Ik heb altijd juist dat ik extra krachten krijg die je normaal gesproken niet hebt, zeg maar. Waar ik weet niet waar je vandaan haalt, maar die heb ik in ieder geval. Dus ik persoonlijk heb daar echt geen problemen mee. En ik speel mijn wedstrijden daarmee ook gewoon op 100%. Rond de wedstrijd van zondag wordt van een aantal mensen afscheid genomen. Waaronder van de al 23 jaar zittend algemeen directeur Hans Nijland. Een extra reden om de wedstrijd met een mooi resultaat af te sluiten. Ja, dat is het enige wat we kunnen doen. De laatste wedstrijd van Hans en ook van Ron. Voor een paar spelers. We zullen ze gewoon 3 punten moeten geven. Dat is het enige wat telt. Ik hoop dat we dat voor hen kunnen doen. Dat hebben ze ook verdiend. Veel goed werk voor de club gericht. Dus daar moeten we vol voor gaan. De wedstrijd van aanstaande zondag begint om 14:30 in het Hitachi Capital Mobility Stadion.